Veel mensen kennen Madurodam, de miniatuurstad in Den Haag, Nederland. Maar wie Maduro was, is minder bekend. George Maduro was een jonge Antilliaanse verzetsheld die in de Tweede Wereldoorlog Nederland hielp om de Duitsers te verjagen. Dit zegt de 84-jarige Ronnie Martina met enige trots. Toen de oorlog begon was hij een jongetje van 7 en woonde op Curaçao. Martina woont nu al vanaf de jaren 70 in Nederland. Verslaggever Sam Jones gaat in deel 2 van de serie over de rol van Surinamers en Antillianen in de Tweede Wereldoorlog samen met Ronnie Martina naar het miniatuurpark Madurodam. Waarom is George zo beroemd? Hij is beroemd omdat hij zijn leven, een makkelijk leven, een leven met alles wat je hartje begeerde had en die had opgegeven om voor zijn vaderland, Nederland, Curaçao was een kolonie van Nederland, op te offeren. En dat is heel heldhaftig. En heldhaftig was George. Duitse parachutisten die een file hadden bezet, wist hij als tweede luitenant met zijn mannen te verslaan. De jonge Maduro deed volop mee aan de strijd. Werd opgepakt, ontsnapte elke keer. Maar uiteindelijk arresteerden de Duitsers hem. En overleed George in concentratiekamp Dachau. Ronnie Martina is trots op deze Antilliaan. Door de publiciteit is Curaçao niet altijd even gunstig bekend. En George Maduro is een verhaal dat inspireert. Dat als model kan dienen voor alle Curaçaoenaars. Maar vooral voor Nederlanders. Ook voor kinderen? Ja, ik vertel het aan Nederlandse kinderen. En ik heb het 24 jaar lang als vak, als beroep verteld aan het Nederlandse volk. Hoe belangrijk en hoe goed dat land waar ik vandaan kom is. Bauxiet uit Suriname, waarmee gevechtsvliegtuigen werden gemaakt, en olie uit Curaçao en Aruba zorgden ervoor dat de geallieerden Amerika, Canada, Engeland de Duitsers te lijf konden gaan. De bijdrage van de overzeese gebiedsdelen, de Antillen en Suriname, moeten we niet vergeten, vindt Martina. En zeker ook niet de bijdrage van de jonge George Maduro in het verzet in Nederland. Maar waarom moest Maduro in de gevangenis? Omdat hij Joods was. Dat was toen niet goed onder het regime dat toen in Nederland was. Het waren de Duitsers die Nederland op 10 mei 1940 hadden overvallen. En alle Joden die werden vervolgd. Waarom geen Duitsland aanval in Nederland? De Duitsers die hebben gewoon de hele bevolking geïntimideerd, bang gemaakt door met duikvliegtuigen, Stukas heette die, te bombarderen. Ligt die ook hier echt? Nee. Dit is aan het gedenken. En hoe belangrijk vindt u het om zo iemand als George Maduro te gedenken? Vooral Nederlanders die niet weten dat er Curaçaoenaars waren die in de Tweede Wereldoorlog alles hebben gegeven voor wat zij beschouwden als hun vaderland. Ronnie Martina over de Antilliaanse verzetsheld George Maduro in een reportage van verslaggever Sam Jones.